Deze swingende band heet Ritmico Especial, die onder leiding staat van de vader van de linksbuiten van Vitesse, Glenn Helder. Wacht even, weet je wat ik doe? Ik ga even hier eventjes zo staan. Dan ga jij op mijn rug even wat drummen. Op je drum, oké. Ja, kun je even wat drummen op mijn rug, hè? Ik ga wel hier staan, juist niet. Ja, nee, ga je drummen nou? Ja, wat moet je horen dan? Nou, dan gewoon, gewoon doe maar een slagje. Ja, doe maar wat. En kijk of we het horen ook. Oké. Ja. En dit is de bekken. Ja. Hey. Is dat het bekken? Dat is het bekken, ja. Klinkt wel. Ik kan mijn ritme eruit halen. Ja. Dat. Ja, zoiets. Sorry, zit je hele gezicht onder? Een beetje maar aan de linkerkant. Oh. Drummen belangrijk voor je? Vind je dat leuk? Ja, ja, zeker. Ik kan me lekker ontspannen. Wat is er leuk aan drummen dan? Ja, wat is er leuk? Heb je hobby's? Heb je hobby's? Ik niet, nee. Moet dat? Oh, nou, dat kan. Moet ik daar last van hebben? Kort vergelijken. Nee, joh. Is geen last, hè? Ja, hobby's. Je hebt helemaal geen hobby's. Ik heb geen hobby's niet. Nee. Helemaal niks? Nee, gelukkig niet. Maar wel saai, zeg. Nou, nee. Ik wacht elke week op de Donald Duck. Dat heb ik ook. Ja, nou. Helaas gezien, nog niet. Maar het is gewoon lekker relaxed, een beetje drummen. Ja, wat vind je er leuk aan dan? Dat vroeg ik. Nou, gewoon muziek. Hou je van muziek? Of... Ja, hallo, ik stel hier de vragen. Ja, maar dan kan wat ik zijn dus, we nou aan het doen je stelde hier? Mij vragen, maar ik wil het uitleggen. Weet Glenn, je? Het moet duidelijk blijven. Ik stel de vragen. Oké, oké. Dus drum is zo van, als je drumt, je hebt drumstokken, weet je. Je weet hoe een drumstok eruit ziet. Dat is weer een vraag. Drumstokken zijn van die stokken, weet je, die je in je handen hebt. Als je het nu van het zelf gewoon aan hebt, dan nou, bij mij is het zo, dan krijg je gewoon als je dat, ja, iets extra's krijg je dan, weet je. Zeker gewoon al die entourage eromheen en zo. Als je belt, ben je gelijk. Dan speel jij goed? 100%. 100%. Dus een advocaat kan jou bellen? Ja, kom maar zeker bellen, ja. 100%. Maar dat doet hij voorlopig niet, want je raakt geen kokos nou. Nee. Pepernoot was het. Je hebt ook geen pepernoot geraakt? Nee. Nou, dat klopt ook. Dus dat geef je nu pas toe, dat je geen pepernoot hebt? Nee, maar dat weet ik al lang. Geen kokosnoot hoor, dus, helemaal niks. Nee, pepernoot. Nee, kokosnoot kan ook wel, maar het is gewoon zo dat... Je moet mij niet steeds verbeteren, Glenn. Dan ja, je mag veel fouten. Nee, je verbetert mij steeds. Oké, nou sorry. Heeft voetballen wat met drummen te maken? Voor die vraag ben ik nou zo bang geweest. Nou, niet echt. Jij voetbalt toch wel met ritme, vind ik. Nog één. Dat is compliment, hè, denk ik. Of niet? Je passeert toch op ritme? En dat de bek dan uit de maat raakt of zoiets. Er zit toch een beetje samba in jouw voetbal? Rumba, cha-cha-cha. Maar nou, hou ik op hoor. Dat had je vier vragen eerder moeten doen, Harry. AC Milan is te hoog voor jou. Je gelooft echt niet dat hij gebeld hebt, hè? Wie? Hoe heet ook weer? Berlusconi. Die heeft niet gebeld. 100%. Nee. Naar jou? Ja, echt waar. Ze had gewoon niet je nek te leuteren. Ja, echt waar. Echt waar? Ja. Wat zei die dan? Ja, ik kreeg geen Italiaans, dus ik zeg geen Engels. Dus. Nee, ze gaat je man. Nee, Torino zou leuk zijn. Ja, als het naast hoog, ja. Torino. Kom je daar ook? Als ik laat zien wat ik kan en het komt eruit, dan kan het zeker, ja. Ja, of denk je, twijfel er ook aan. Nee, maar ik vraag aan jou, wanneer komt het eruit? Ja, wanneer komt het eruit? Ja, dat wil ik heet helder, ik heet geen helderziende. Ga je het maken, ja of nee? Ja. Dat wil ik weten. Ga je het maken? Ja. Is dit een echte ja? Dat is een echte ja. Ik kijk nu recht in je ogen en ik zeg ja. Net kijk ik dan zo, maar nu kijk ik zo. Ja. Ja.